Een 35-jarige vrouw is zaterdagmiddag in Mierlo neergestoken door haar partner. Ze is op straat voor haar huis aan de Heer van Rodestraat overleden. De man is verderop in een parkje aangehouden. Toen we ter plaatse kwamen bleek op straat dat er een vrouw was overleden. Dat bleek de bewoonster van de woning te zijn. En korte tijd later hebben we een verdachte aangehouden, de bewoner van de woning. Dat is hier vlak in de omgeving gebeurd. Als gevolg van de steekpartij zijn 5 kinderen tussen de 6 en 20 jaar oud naar een ziekenhuis gebracht. Een 29-jarige motorrijder uit Breda is zaterdagnacht overleden in het ziekenhuis. Hij botste in de middag op de Bredase weg in Rijsbergen tegen een auto aan. De bestuurder van de wagen, een 33-jarige man uit Rijsbergen, raakte zwaar gewond. Op het Arendplein in Tilburg is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand. De brand ontstond aan de voor- en achterzijde van het voertuig. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig afbrandde. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een automobilist is vannacht de macht over het stuur verloren aan de Broekse straat in Babyloniebroek. Hij is in de straat uit de bocht gevlogen en kwam tegen een boom in de tuin van een huis tot stilstand. Hij raakte daarbij gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.